Goedenavond, fijn dat jullie erbij willen zijn. Ja, ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden dat ik jullie ervaringsdeskundigen noem. Willeke, jij hebt in de jaren 70 in heel veel Nederlandse films meegespeeld. Van grote namen als Pim en Wim, Pim Laparre, Wim Verstappen, Frans Wijs, Herbert Curiel. En er gingen veel kleren uit. En daar gaat het vanavond over. Zeg, weet je wat? Geen mij niet filmen, maar. We gaan naar huis. Niemand komt aan mijn film. Mijn film. Kom. Ja, maar het is wel zo dat een begin van de hele Nederlandse commerciële filmwereld, zal ik maar zeggen, kwamen er nog niet zomaar erg veel mensen naartoe. Dus er moest altijd, in wat voor film dan ook in Nederland, moest er iets bloot zitten, anders kwamen ze niet. En dat voel je wel af en toe. Want ik weet ook dat ik een film gemaakt heb en dat er dan afloop gezegd wordt, we zijn aan het monteren, maar er moet nog wel eventjes een neukscène met jou en je echtgenoot in. Dat zijn we vergeten. Nou, dan moest je dan een paar maanden later moest je dat weer opnemen. En ik weet nog met Hugo Metzers, we waren allebei op vakantie geweest, dus we waren helemaal bruin. Dat kon helemaal niet. Moest er een neukscène over gemaakt worden in het huis van Pim Laparre zelf. Met een tekstje geschreven van neuk me geel, neuk me groen. Ik dacht ik, oh jemig, hoe moet ik dat nou weer voor elkaar krijgen? Nou, in ieder geval, Hugo zag er niet uit, want hij had zijn haar helemaal geknipt. Dat had hij helemaal niet in de film. Dus het werd heel donker gefilmd. Ik lag ergens plat. Nou, als je plat ligt op een bed, dan zijn borsten die niet donkers gelift zijn, die worden meteen ook plat. Dus het werd een soort hele platte neukpartij. Het werd een hele platte neukpartij. Maar later, jaren later. Dubbele entendres zullen u vanavond om de oren vliegen. Dat gaan we denken. Maar jaren later heb ik dus gezegd tegen, want het was bij Wim Verstappen en Pim Laparre zo dat als Pim een film maakte, dan was Wim de producent en andersom. In dit geval, zij was Wim de producent en die zei, Willeke. We hebben het over welke film trouwens? Over Frank en Eva. Die wil niet geloven, maar die scène, die ik altijd maar roep van die vreselijke scène, die jullie ertussen gaan, bam, 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 zei die, door die scène heeft hij veel geld gemaakt. Nou ja, dat was het begin van de Nederlandse filmwereld. Jezus! Oh, oh. Wat een klotenstreek! Nou ja, dat je nooit pijn voelt. Nou, vertel nog even wat gaan we zien. Deal is een low-budget film gedraaid in Barcelona. Het gaat eigenlijk best op twee acteurs. Jonge meisje, jongen heeft een beetje geld, meisje werkt in de kroeg. En in een soort dronken bui zegt de een tegen de ander, hebben ze het over beroep. En waaronder opgegeven met het beroep hoer. Dat waarschijnlijk komt dus een beetje morgen. En dan zegt het meisje, van, nou, wat zou ik dan waard zijn voor een nacht? Dronken allebei natuurlijk. Alle klanten zijn al weg. En dan zegt hij, echt uit het bottom of his heart, want hij heeft geld, het rijke ouders. Hij zegt, ja, voor 2000 euro. En dan zegt zij, weet je, een deal. Hoe was het vrij met de oma en iemand? Was het vrij met de fysiotherapeut? Nou, medisch verantwoord in ieder geval. We hebben met 10 man in Barcelona gedraaid, 10 dagen. En
En het hotel mochten we ook gratis draaien. En we kregen van de stad Barcelona ook alle vergunningen, alles. Dus eigenlijk alleen in die kamer en op het strand daarvoor gedraaid.